Hoe, terug naar voor de wedstrijd. Hoe cruciaal was deze wedstrijd? Want jullie konden ADO op 7 punten zetten. Zij zijn er nu 3 ingelopen. Het gat is nu nog maar 1 punt. Wat zegt dit? Hoe cruciaal was het? Het was cruciaal. Daar hebben we het ook over gehad voor de wedstrijd. Precies dat we ze op 7 punten konden zetten. Ja, dat is gewoon zonde. Dat hadden we moeten winnen. En dat weten we allemaal. Daar zijn we allemaal van bewust. En hier gaan we gewoon op verder bouwen. Hoe speciaal was deze wedstrijd nog voor jou? Want jij komt hier vandaan. Je hebt hier ook bij de belofte gezeten. Wat deed het nog met jou? Ja, ik vind het altijd een hele leuke wedstrijd. Zeker inderdaad tegen mijn oude club. Ik geniet altijd. Vorig jaar ook mijn debuut kunnen maken tegen deze club. Dus ja, het is een leuke wedstrijd voor mij. Ja. Is het dan nog extra speciaal dat het ook nog in het ADO-stadion is? Ja, dat is altijd mooi. Mooi meegenomen. Ze spelen natuurlijk ook wel eens in Rijswijk. Maar het mooiste is hier in het stadion. Ik wil heel even met jou terug naar eerder deze week. Jullie zijn natuurlijk op trainingskamp geweest. Uniek voor een vrouwenteam is het niet, maar het komt ook niet heel vaak voor. Hoe heb jij dat trainingskamp beleefd? Ja, heerlijk. Volgens mij toen wij daar aankwamen ging het hier sneeuwen. Dus nee, we hebben niet super lekker weer gehad, maar we hebben wel gewoon goed kunnen trainen. Afgezonderd, dus je bent de hele week met het team. Daarin hebben we echt met elkaar stappen kunnen maken. Dus ja, het was een goede week, ja. Waar hebben jullie de accenten op gelegd in die trainingsweek? Vooral kijken hoe we buiten het veld, buiten de wedstrijd dan met elkaar omgaan. Heel veel gekeken naar het team zelf. Wat is het beste voor ons? Wat kunnen we het best doen met elkaar? Die dingen. Voor veel speelsters van jullie hebben een duo-carrière. Dat betekent dat je ook nog werkt naast dat je voetbalt. Hoe hebben jullie dat eigenlijk opgelost als je een week weg bent? Ja, dat is altijd moeilijk. Het belangrijkste is gewoon dat we het vroeg van tevoren weten, zodat we het door kunnen geven. Er zijn zelfs nog meiden die hebben aankomende week een toetsweek. Dus die moesten ook nog leren op trainingskamp. Dus het is niet altijd even makkelijk, maar het hoort er nou eenmaal bij.